Ik ben Lida, ben hier nu 5 jaar werkzaam bij het dienstbureau Schiphol van het Leger des Heils. Hiervoor heb ik 25 jaar in de verpleging gezeten en dit is de baan van mijn leven. 9:30 gaan de deuren open, dan is het inlopen, dan kunnen ze hier een kopje koffie krijgen. Ze kunnen eventueel banen zoeken op het internet of ze kunnen hier ook bellen naar vacatures eventueel. En ze kunnen hier ook puur ter ontspanning eventjes een uurtje op de computer even iets doen. Wat in Holland? 40 degrees. Holland? 40. Nou, we zijn nu een rondje plaats aan het doen om te kijken of er nog mensen eventueel hulp nodig hebben. Eventueel gaan we even een praatje met ze aan. Ze kunnen bij ons een kopje koffie kunnen komen drinken en dan kijken we wat ze verder voor hun kunnen betekenen in samenspraak met hun. Ik bedoel, we hebben hele gezinnen gehad, vrouwen met eerwraak, mannen die alleen uit de gevangenis komen en verder geen verslaving hebben en dan opvang zoeken. Dus en dan gaan wij met ze aan de slag in samenspraak. Dan doen we een intakegesprek en dan gaan we kijken wat we voor hun kunnen betekenen. Ik ben er ook uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat al dakloos worden kan iedereen gebeuren. Het is mooi omdat iemand die net dakloos is geworden, dat je die zo snel mogelijk ergens in een traject krijgt, zodat hij weer zijn leven kan oppakken. En dat is waar wij het om doen. En soms lukt dat wel, soms lukt dat niet, maar je moet je vasthouden, denk ik, aan de successen die je hebt. Het is een hele droombaan en misschien klinkt dat een beetje gek, maar de diversiteit hier, de omgang met collega's, gewoon het werk op Schiphol is echt een geweldige baan.